Hier zijn uw kandidaten. Jeannette van der Ham en Jacqueline van Nobelen. En terug van weg geweest van de vorige keer, Harry Oudewiernink en Jan van Goor. En natuurlijk geen Lingo zonder Robert ten Brink. Hartelijk welkom. De gouden greep naar 20.000 gulden, dat is Lingo, met in de jackpot 450 gulden... en twee geheel verse kandidaten, Jeannette en Jacqueline. Maar eerst natuurlijk Jan en Harry, hè, van vorige keer. Jammerlijk misgelopen op 9600 gulden. Bijna schatrijk geweest. Ja. Veel succes in ieder geval. Dank je. Jan en Harry. En dan komen we bij Jeannette en Jacqueline. Want als je Jeannette en Jacqueline, dat lijkt natuurlijk te veel op elkaar, hè? Ja, precies. Ja. Wat zijn jullie van elkaar? Zusjes. Zusjes? En tweelingen? Ja. Ja. Dus ja, eigenlijk lijken jullie helemaal niet zo op elkaar. Of wel? Zeggen ze dat altijd? Vroeger wel, maar nu niet meer. Nee. Moesten jullie altijd dezelfde kleren aan? Vroeger wel. En nu niet meer? Nou, nee. Nee. En vroeger wel? Ja, ja, absoluut. Nou. Wat doen jullie tegenwoordig? Ik ben moeder en huisvrouw en ja, dat is het eigenlijk wel. Ja, en jij? Ik sta voor de klas in Almere. Ja. Wat voor klas? Kleuters. Kleuters. En heb je zelf ook kinderen? Eentje, een dochter van 6,5. Kijk eens aan. Wat leuk allemaal. Nee. Ik wens jullie verschrikkelijk veel succes. Wij gaan spelen. Jeannette en Jacqueline. Ja. Nou, ik zei het net al, in de jackpot staat 450 gulden. Die jackpot is nieuw, als u vorige keer niet gekeken heeft. Er zitten in de bakken drie extra groene ballen. En als een koppel die alle drie in één uitzending eruit haalt, dan winnen ze de jackpot. Hoe komt dat geld erbij? Door bij ieder geraden woord waarbij 50 gulden aan de kandidaat wordt gegeven, ook hier nog eens 50 gulden in te stoppen. Dat blijft dus staan, die jackpot. Lekker beginnen, 450 gulden. Goed, ik ga de kaarten uitdelen. Jeannette en Jacqueline, jullie krijgen de oneven getallen. Er worden er 8 weggestreept. En Jan en Harry de even getallen. En bij hun halen we er ook 8 weg. En omdat jullie nieuw zijn, Jeannette, mag jij beginnen? 8 seconden voor ieder woord. Hier komt-ie. De M. Meter. M-E-T-E-R. Gaan kijken. Mama. M-A-M-M-A. Moren. M-O-R-E-N. Moord. M-O-O-R-D. En hier is het! Echt zo'n voetbalgebaar, hè? Hou je erop na. 2 ballen uit de bak. Nummer 3. Nummer 3 wordt weggestreept. Ja, Jacqueline? 37. En die halen we ook weg. En Jeannette gaat door met het volgende woord. Daar komt-ie. De letter P. Pater. P-A-T-E-R. Poter. P-O-T-E-R. Wat is dat? Iemand die aardappelen poot. Een poter? Ja. Ja, is de poter al geweest? Nee! Ja, is een goed woord. Praal. P-R-A-A-L. Kom op, meiden. Een E en een L. Ja, ja. Piket. P-I-K-E-T. En wat is piket? Dat is een puzzelwoord. Ik weet ook niet wat het is. Ja. Jeannette, kom op. Nu. Doe dan. Doe, joh. Kom op. Ik weet het. Ja, nee, dat is goed buiten de tijd. Dus de beurt gaat naar Jan. We blijven in de 5e beurt en er komt een bonusletter bij. Plein. P-L-E-I-N. We gaan kijken of dat het goede... Ja! Ja! Het kan heel simpel zijn soms. Een heel simpel woord. 2 ballen voor Jan en Harry. Wie als eerste? Harry. Harry doet dat op een manier alsof je hele vieze andijvie was. Ja? Nummer 10 wordt weggestreept. Jan? Ik heb hem. 16. En 16, die halen we ook weg. En Harry gaat door. Daar komt die volgende letter. De O. Omdat. O-M-D-A-T.
Oprit. O-P-R-I-T. Opium, O-P-I-U-M. Wat zei je? Ik wou dat zeggen. Ik wou zeggen van... Nou, kom op dan. Op dat. Ik kan niet... Ja, zeg, nu een woord maar. Noemen. Spel dan op dat. De beurt gaat naar Jacqueline. Jullie mogen niet overleggen, maar je krijgt wel een bonusletter. Daar komt hij. Onzin. O-N-Z-I-N. En die is goed! 50 gulden erbij ook hier, hè? Hoeveel staat er? 600. 600. Gaat goed. En twee ballen voor jullie kaart. 57. Wordt weggestreept. Ja? Oh, nee! Oh. Nou, niks aan de hand. Rode bal. Kan gebeuren. Een rode bal. Voor hetzelfde geld trek je een groene. De beurt gaat naar Harry. Nieuw woord. 8 seconden voor de T. Tekst. T-E-K-S-T. Trend. T-R-E-N-D. Ja. Traag. T-R-A-A-G. Tiran. T-I-R-A-N. Trema. T-R-E-M-A. Laat dat hem zijn. Hij is goed! En wat slim van ze gedaan, hè? Steeds een woord noemen om er heel tergend langzaam achter te komen. Twee ballen. Uit de bak. 70. Nummer 70 halen we weg. Ja, Jan? Oh, nee, jongens. Nou... Als het zo met die groene direct gaat, als nu met die rode, dan gaat het goed. Jeannette, klaar? Komt-ie. Stoel. S-T-O-E-L. Stram. S-T-R-A-N. Ja. Staar. S-T-A-A-R. Staan. S-T-A-A-N. Ja! Ja, die L, Tommy. Ja, nee, dat is heel goed. Twee ballen en blij. Ja, ik denk dat is het dan wel. 53. 53 wordt weggestreept. Jeannette. En 23. En je gaat meteen door, dus daar komt hij alweer. De V. Vogel. V-O-G-E-L. Vogel. Twee ballen. Mag het? Gaat snel zo. Ja, tuurlijk. 69. Die wordt ook weggestreept. 61 heeft Lingo nu. Ja. Halen we er maar uit. 35. En 35. Je gaat door, Jacqueline. Concentreer je. Komt-ie. Radar. R-A-D-A-R. Ravijn. R-A-V-I-N. Ronde. R-O-N-D-E. Regen. R-E-G-E-N. Laatste kans. Jacqueline. Nu of nooit. Rente. R-E-N-T-E. Wie weet... Ja! Yeah! Ja! En nou nog even Lingo natuurlijk, hè. 61. 17. Oh, jongens! Nou, misschien direct. Beurt gaat naar Jan. Die krijgt het volgende woord. Komt het? De S. Sport. S-P-O-R-T. Sinds. S-I-N-D-S. Jan?
Schor, S-C-H-O-R. Nou! Met beter sloeg hij toe. Twee ballen voor jullie kaart. 32. Strepen we weg. Jan. En een groene. Een goed begin. Half werk naar de jackpot. Maar die telt niet mee, dus je mag er nog één uithalen. 66. 66 strepen wij weg. En Harry gaat door. Komt-ie. Zwart. Z-W-A-R-T. 'Zwaan. Z-W-A-A-N. En u is maar... U zijn behoorlijk aan het inlopen. Ja, dat gaat goed. Twee ballen voor de kaart. 22. 22 wordt weggestreept. 46 geeft Lingo. Jan? 56. 56 wordt weggestreept. We gaan het laatste woord spelen. We kijken naar de stand en we zien dat 250 gulden is verdiend door Jeanette en Jacqueline. En 200 gulden, dat gaat heel goed, door Jan en Harry. Wat moet er nou gebeuren? Harry, jij bent aan de beurt. Ja? In ieder geval het woord raden en even Lingo halen. Ja? En Jeanette en Jeanette... Ja, Jeanette... Jeanette, iets van, nou, doe het maar even. Maar goed, mocht het mislukken, hebben jullie een kans, je weet het. Sterkte, Harry, hier komt hij. Worst, W-O-R-S-T. Wrang, W-R-A-N-G. Wijnen, W-I-N-E-N. Weten, W-E-T-E-N. Laatste kans. Wat gaat er gebeuren? Ik zeg weven, W-E-V-E-N. Nee! Oh, jongens. Kans verspeeld. De vijfde beurt is geweest. Jeanette en Jacqueline, wat moet het zijn? Je mag overleggen. Wegen. Wegen. Ja? W-E-G-E-N. We gaan kijken of dat het dan is. Nee! Wat moest het zijn? Wezen. We doen nog een gok. Roep eens wat. Wezen. Wezen? Ik weet het niet. We gaan kijken. Ja, wezen. Nou... Ja. Weet je, geen ballen worden er getrokken en met een miniem verschil van 50 gulden gaan Jeanette en Jacqueline naar de finale. En we nemen afscheid van Jan en Harry. Jan, leuk dat jullie er waren. Ja. Oké. Okay. Rob, bedankt. Hè? En tot ziens. Tot ziens. Dag. Dag. Dames, 250 gulden met dat bedrag. Gaan jullie nu met mij mee naar de finale? Zullen we dat doen? Ja. Even een stapje achteruit. Daar gaan we! Jeanette en Jacqueline op naar de finale. Sterk, waar ze maar liefst 1000 gulden kunnen gaan winnen. Daar is het. Kom er maar rustig af. 250 dus naar 500, naar 1000, naar 2000, naar 4000, naar 8000 gulden. Zou mooi zijn, hè? Leuk. Ja. Haal alsjeblieft geen Lingo. Hoe doe je dat? Door zo snel mogelijk het woord te raden, want voor iedere beurt moet je een bal trekken. Of de gouden bal natuurlijk eruit halen. Die gaat er nu weer in. Dat is een denkwaardig moment. Even goed roeren, zo. Ja, die is weg. Ja, ik zag het. Jullie spelen met dezelfde kaart als in de eerste ronde, met de oneven getallen. Daar komt-ie. En om het extra moeilijk te maken, halen we in plaats van 8, 16 getallen weg. Je krijgt steeds 2 letters van ieder woord. Je mag overleggen. Jullie gaan spelen voor 500 gulden? Tuurlijk. Oké. Okay. Sterkte? Okay. Komt het eerste woord. Tijd loopt nu. Tegen. Tegen. T-E-G-E-N. Tonen. T-O-N-E-N. Traan. T-R-A-A-N. Trein, T-R-E-I-N. Dat moet hem dan zijn. Ja, ja dat is het. Nou. Die ballen. 4 ballen. Ja. Die gouden dan. Jeanette.
In het midden staat 33. In mijn hand heb ik nummer 49. En die staat niet op de kaart. De tweede bal. Kijk. En ja, jongens! Hey! De gouden bal. Hij gaat er weer in. Gouden hand. 500 gulden hebben jullie. En een gouden hand heb jij ook. Door maar even dan, ja, naar 1000 gulden. Ja. Komt-ie. Concentreer je. Tijd loopt. Spoor? Stier. Stier. S-T-I-E-R. Nou! Ja! Zal ik maar weer? Hoe doe je dat? Eén bal. Ja, het geluid is gelijk weg. Jacqueline. Ja, gauw. Pak er nou één. We kijken. Dit is voor het eerst, mag ik even zeggen, in de geschiedenis van Lingo... dat er in de finale tot twee keer toe achter elkaar een gouden bal wordt getrokken. Goed hoor. Je gaat direct de derde doen natuurlijk, dus ik ga even goed roeren. Jullie hebben 1000 gulden. We gaan onmiddellijk door naar 2000. Ja. Komt-ie, concentreer je. De tijd loopt nu. Vijver? Ja. Vijver. V-I-V-E-R. Vijzel, V-I-Z-E-L. Nee, dat kan niet. Denk goed na. Vijzig, V-I-Z-I-G. Denk goed na, jongens. Concentreer. Volgende beurt, laatste kans, kom op. Ik weet het echt niet. Het is niet geraden en dat betekent dat jullie 6 ballen moeten trekken. Ja. Of die gouden dus, zou kunnen. Maar we willen eerst kijken wat het woord moest zijn. Ja. Ik gok op vijand. Oh, ja. En dat was het ook. Ja. Ja. Nou. 6 ballen. Daar beginnen we dan. Sterk. Op de gouden. Ik kijk even. Nee, het is geen gouden. In het midden staat alleen 33. In mijn hand heb ik nummer 45. En die staat niet op de kaart. Bal 2. Ik heb hier nummer 65. En die staat niet op de kaart. Bal 3. Ik heb hier nummer 17, die staat niet op de kaart. Bal 4. Nummer 67 staat wel op de kaart, maar geen Lingo. De 5e bal. Die slaan je er wonderwel doorheen tot dusver. Alleen 33 heeft Lingo en 57 heeft Lingo. Ik heb hier, en 13, ik heb hier nummer 35 en die staat niet op de kaart, de laatste bal voor 2000 gulden. De laatste bal. Laat het geen 13 zijn, geen 33 of 57. Ik heb nummer 29. Die staat niet op de kaart. Nee. Willen jullie dit meer nooit meer doen? Zo lang wachten met raden. 2000 gulden heb je. Wat doe je? Verdubbel je naar 4? Ja. Je gaat door? Ja. Oké. Okay. Ben je rustig? Ja hoor. Ja? Komt-ie. Tijd loopt nu. Zwart. Zwart. Z-W-A-R-T. Zwol. Zwol. Z-W-O-E-L. Ja! Yeah! 2 ballen. Okay. Niet te vroeg juichen voor 4000 gulden. Nou, weer een keer. Gaat voor weer een keer. Oké. Okay. Geen 13, geen 33 of 57. In mijn hand heb ik nummer 47. En die staat niet op de kaart. De tweede bal voor 4000 gulden. Ik heb nummer 5. En die staat niet op de kaart. Oh, wow. En niet weg. Hou even vast. 1, 2, 3, 4 is voor jullie. Of je kan het verdubbelen naar 8000 gulden. Je weet wat er vorige week is gebeurd. Ja.
Je wil het absoluut niet hebben, 4000 gulden? Nee. Je gaat het proberen te verdubbelen? Ja. Oké. Nou, meiden. Sterkte, concentratie. Klaar? Ja. Komt nu het woord. Wegen. Wagen. Wagen. W-A-G-E-N. Wagon. W-A-G-O-N. En die schot! Twee ballen. Twee ballen. Wie? Jacqueline. Het gaat om 8000 gulden, jongens. Geen gouden. 33 heeft Lingo. 13 geeft Lingo. En 57 heeft Lingo. In mijn hand heb ik nummer... Sorry. 33. Zo kan het gaan, maar jullie hebben gekozen om door te gaan. Dat betekent dat je ook het recht hebt om volgende week gewoon terug te komen bij Lingo. Bij een nieuwe uitzending. De jackpot staat op 900 gulden. En wij zijn er weer bij de VARA op Nederland 1. Tot volgende week. Dag. U kijkt nu naar het beste en goedkoopste omroepblad in kleur en dat heet natuurlijk VARA TV Magazine. Als u nu jaarlid abonnee wordt, dan ontvangt u het meest overzichtelijke omroepblad voor maar 1 tientje tot 1 april 1991. U kunt daarvoor nu bellen 035 711 911. Gewoon even doen.